echt heel knap. Oh mijn god. Ik zou echt wel zo'n vriendje willen hebben. Zo bijzonder is hij toch niet? Ja, jij hebt makkelijk praten. Jij hebt zo'n leuk vriendje. Ik zou zo graag eens een keer verliefd willen zijn. Puk en Liam zijn echt zo leuk samen. Als dat is hoe het is om verliefd te zijn, dan wil ik dat misschien ook wel. Maar ja, wie wordt er nou weer verliefd op mij? Maar hoe is dat eigenlijk om verkering te hebben? Want jij bent de enige stier. Nou, gewoon een beetje zoals in die film. Komt hij dan ook via je raam naar binnen? Nee, dat niet. Hij woont naast me, dus hij komt gewoon via de achterdeur. Oeh, romantisch. Ja, weet ik veel. Liam en ik zijn al bij elkaar sinds groep 3. Dus het is gewoon heel normaal geworden. Soms vind ik het wel jammer dat ik de enige ben hier met een vriendje. Want daardoor moet ik al die stomme vragen beantwoorden. Wat voor romantische dingen doen jullie dan? Zoenen jullie? Liam verrast me vaak of we schrijven elkaar lieve berichtjes. We doen eigenlijk nooit romantische dingen samen. Misschien zie ik Liam wel meer als vriend dan als echte liefde. Maar wel een hele leuke vriend hoor. Wat voor berichtjes? Ook leuke gedichtjes? Alsof ik dat jullie allemaal ga vertellen. Hebben jullie koosnaampjes voor elkaar? Nee. Zegt hij iets van... Hé, schatje, ik vind je zo knap. Ah, poepie. Ah, droppie, ik vind je zo lief. Ik kan niet wachten tot je weer door mijn deur naar binnen loopt. Gelukkig kwam meester Daaf binnen. Ik vind het echt niet leuk als het alleen maar over mij en Liam gaat. Want dan willen ze horen wat voor romantische dingen we doen. Terwijl we doen eigenlijk nooit iets romantisch. Meiden, gaan jullie slapen? Morgen weer een intensieve dag? Ja? Oké. Okay. Morgen weer een intensieve dag. Dit is groep 8 van de Eenhoornschool uit Woerden. De klas gaat op musicalkamp om een eindmusical in te studeren en krijgt daarbij hulp van de professionals uit het musicalvak. Dit is de eindmusical. Na een onrustige nacht is het tijd voor het ontbijt. Rosalie heeft een dringende vraag voor de musicalcoaches. Wanneer wordt het eigenlijk duidelijk wie welke rol krijgt? Oh, dat weten we al lang. Ja, toch? Joh. Ja, die rollen zijn al lang bekend. Echt? Wie wordt het dan? Nee, dat maken we pas vlak voor de musical bekend. We willen eerst gewoon even kijken wat jullie nou allemaal echt kunnen. Zelfs al zouden we het weten, dan zouden we het nu natuurlijk nog niet zeggen. Nee, maar we weten het ook echt nog niet. Waarom doe je eigenlijk met iets romantisch? Wat bedoel je daar nou weer mee? Ik heb je toch iets voor Valentijnsdag gegeven? Ik heb je een ketting gegeven, bonbons, zelfs een keer een roos. En we zijn vorig jaar toch ook samen uit eten geweest? Ja, naar de patattent op de hoek, ja. Het is ook allemaal wel lief, maar het is gewoon niet romantisch of zo. En Valentijnsdag is maar één keer per jaar. Niet romantisch? Ik zal nog eens mijn spaargeld uitgeven. Waarom klim je nou door mijn raam bijvoorbeeld? Iets onverwachts. Wat is nou eigenlijk je punt? Als je graag wil dat ik mijn leven voor je waag, dan wil ik dat best doen hoor. Maar dan moet je wel beloven dat je op mijn begrafenis komt. Echt niet dat ik door Puk haar raam ga klimmen. Dat is vet hoog. Waarom zou ik op hun dak gaan klimmen? Betekent dit nou dat je liever wil dat ik door je raam klim in plaats van een Valentijnscadeau? Nee, ik wil het gewoon allebei. Je hoeft niet per se door mijn raam te klimmen. Dat was maar een voorbeeld. Dat snap je toch wel? Ik wil gewoon verrast worden. Ja, maar waarmee dan? Ja, ik ga het gewoon niet alles voorkouwen. Dan is het ook geen verrassing meer. Oké, ik verzin wel iets. Wat kunnen meisjes ingewikkeld zijn, zeg. Een verrassing? Waarom zegt ze niet gewoon wat ze wil? Gast, wat doe je? Hij is toch leeg? Er zit nog vet veel hagelslag op. Schiet een beetje op dan. Er is mis met jou. Waarom moet iedereen zo langzaam eten? Als die tortelduifjes nou een beetje zouden opschieten, zou ik sneller klaar zijn met corvée en kan ik misschien nog eventjes gamen. Sally heeft van haar moeder de opdracht gekregen om video's te maken voor haar YouTube-kanaal. Ze blijft Sally maar lastigvallen dat ze moet filmen tijdens de musical-repetities. Nee, mam. Hoe kan ik dat nou vergeten als je me constant appt? Ja, soms doet ze echt alsof ik een klein kind ben. Hey, Sally. Kom jij repeteren? Waarom zo sip? Vond je die 1938 likes op je laatste post niet genoeg? Ik zou zelf waarschijnlijk nog geen 10 likes krijgen. Ik snap helemaal niet zoveel van dat Instagram en die stories en al die nieuwigheden. Hey, ik ben zelf ook een Instagram-account begonnen. Kijk, ik wil een soort beeldverslag gaan maken over het kamp. Ja, die ik dan online kan zetten voor de ouders. Ja. Maar het wil nog niet heel erg lukken. Het is, ja, nog best ingewikkeld. Ja. Ik wilde u eigenlijk iets vragen. Zou je misschien tegen mijn moeder kunnen zeggen dat ik niet meer mag filmen tijdens de repetities? Nee, ik ga absoluut niet liegen tegen jullie ouders. Daarbij, jij bent met die stories begonnen en ja, je kunt niet je kijkers teleurstellen nu. Heb jij tips voor mij? Alsof ik nog niet genoeg aan mijn hoofd heb, moet ik meester Daaf ook nog tips gaan geven. Hij is daar toch veel te oud voor? Hij kan beter gewoon niet met Instagram gaan beginnen. Dat is toch ook een tip? Ik moet weer gaan repeteren. Nou, doei.
Ja, doei. Het is dat ik zag dat Sally niet lekker in de vel zat. Anders had ik er echt teruggeroepen. Ik ben zulke opmerkingen niet van haar gewend. Carolina en Maurice zijn in de gymzaal en hebben een spannende improvisatieoefening bedacht. Jongens en meisjes, we gaan iets heel leuks doen. In elke goede musical zit er één, de liefdescène. We gaan de scène doen tussen Jake en Imani. En die speelt zich af op de persconferentie. Manager Rico heeft aan de journalisten uitgelegd waar Imani was. En op dat moment komt Jake binnen, de jongen van de dakloze opvang. Ja, en nou hebben wij begrepen dat in de klas een setje zit. En dat helpt natuurlijk. En dat helpt enorm, ja. Dus ik ga vragen aan Liam en aan Puk om even naar voren te komen om als eerste de oefening te gaan doen. Ja hoor, verliefd spelen. Alsof ik niet de hele nacht heb wakker gelegen omdat ik me afvroeg of ik überhaupt wel echt verliefd ben. Dit is de opdracht. Jullie hebben elkaar al heel lang niet gezien. Jullie zijn super verliefd op elkaar. Jullie zien elkaar weer voor de allereerste keer en jullie lopen romantisch naar elkaar toe. En actie! Ik hoor de violen. Wat doe je nou klunzig, Poepie? Poepie, nou snap ik wel waarom Puk er gisteren niks over wilde zeggen. Goed, oké, even tot hier. Soms is het gewoon niet heel erg makkelijk om verliefd te spelen als je nog niet heel erg lang bij elkaar bent. Liam en Puk zijn al bij elkaar voordat ze geboren werden. Dat jij nog geen vriendinnetje hebt, betekent zeker dat je niet leuk genoeg bent. Oh, nou, tot zover de romantiek. Dat was niet zo'n goed idee. Als kinderen verliefd zijn, dan wil dat natuurlijk nog niet betekenen dat ze dat ook echt kunnen spelen waar hun klasgenoten bij zijn. Puk doet best wel gek. Eerst zat het gedoe over romantiek en nu gaat ze ook nog eens awkward lopen doen tijdens de repetitie. Misschien moet ik haar maar echt gaan verrassen. Dan zal ze misschien weer normaal doen. Het is tijd om iets heel belangrijks te doen, namelijk een improvisatieoefening. Dat jullie je een beetje losvoelen voor het geval dat je op het toneel staat en dat je op een gegeven moment geen idee meer hebt wat je tekst was, maar je moet wel door. Dan kun je stil zijn of er iets van maken. Laten we dat laatste gaan doen. Sally, jij bent een meisje dat eigenlijk heel verlegen is. Wilt u alsjeblieft stoppen met filmen? Straks is het helemaal fout wat ik doe. Ja, eigenlijk ben ik meestal wel goed in improvisatie. Maar straks ga ik af. En ik wil echt niet dat dat gefilmd wordt. Dat vind ik onzin. Je moet het wel laten zien zoals het is. Nou, dan ben ik het wel met hem eens. Je mag best laten zien dat het niet altijd in één keer goed gaat. En eerlijk gezegd, ik ben er wel een beetje klaar mee met dat filmgedoe. We hebben gisteren besloten dat we tijdens de repetities gewoon filmen. We kunnen nu niet voor iedere situatie gaan kijken wel of niet. Vind ik echt zonde van de tijd. Die kunnen we beter in het repeteren steken. Ik ook, dus we pakken het terug. Jij bent een verlegen meisje wat graag beroemd zangeres wil worden. Esmee, als jij nou een meisje wil spelen... Ik wil best wel improviseren, maar ik wil niet gefilmd worden. Daar ben ik vanaf het begin heel erg duidelijk in geweest. Ja, oké, dat is zo, ja. Oké. Zullen we dan maar afspreken dat we vanaf nu niets meer gaan filmen tijdens de repetities? Mm-hmm. Chill, ik vind het eigenlijk onzin dat Esmee niet gefilmd te worden. Maar nu komt het goed uit. Het lijkt wel elk jaar erger te worden met dat gefilm. En neem je ook nog meester Daaf die al de hele tijd filmt? Oh ja, dat vind ik dus wel heel schattig of zo. Hij heeft volgens mij echt geen idee hoe het allemaal werkt. Schattig? Levi! Soepeltjes. Daarom doe ik dus nooit mee met voetbal. Ik bedoel, ik kan het echt wel, maar ik moet er gewoon altijd eventjes inkomen. Hé, waar blijft die bal nou? Hé, gasten, dit moeten jullie echt even komen checken. Kom. Sick. Ik vind begraafplaats eigenlijk een beetje griezelig. Vanavond moeten we terugkomen om spookverhalen te vertellen. Als je het dan eng vindt, mag je mijn hand wel vasthouden. Ik heb eigenlijk nog nooit zo goed naar Matthijs gekeken, maar eigenlijk is hij best wel leuk. Er lagen dus twee mensen samen in een graf. Ze waren al 60 jaar bij elkaar geweest. Dat is pas echte liefde, als je ook samen doodgaat. Als Liam en ik tot onze 80ste bij elkaar zouden blijven, zouden wij nog veel langer samen zijn. Verrassing! Wat doe je? Verrassing. Wilde je toch? Je gaat toch niet zoenen op een begraafplaats? Dat kan echt niet. Zo'n raar idee is dat toch ook weer niet? Het is niet alsof de mensen die daar liggen ons zouden zien of zo. Ik heb niet echt kunnen filmen tijdens de repetitie. Hoezo heb je het niet kunnen filmen? Je zou het toch regelen? Ja, ik heb het wel echt geprobeerd, maar het lukte niet. Esmee wilde niet in beeld. Hoezo is het dan mijn schuld? Mam, ik moet ophangen. Ik probeer de volgende repetitie. Waarom zei je dat? Ik mag dus zelf beslissen of ik in beeld wil komen of niet. En je weet dat ik dat niet wil. Wat ben je nou voor een snitch? Ik kan er toch niks aan doen dat wij samen die improvisatie moesten doen?
En wat als je nou erg gaat om heel even in het beeld staan? Je maakt er gewoon een heel gedoe van. Hoezo gedoe? Soms wilde ik wel eens dat ik nooit was begonnen met die video's. In het begin was het wel leuk, maar eigenlijk zou ik nu liever Esmee willen zijn. Gewoon zeggen dat ik niet in beeld wil. Sally is echt gestrest de laatste tijd. Ik denk dat ze haar Insta en YouTube-kanaal veel te serieus neemt. Als ik zo'n gedoe voor je oplever, is het misschien beter om uit elkaar verbuurd te blijven. En hoef ik ook niet de hele tijd te herhalen dat ik niet in beeld wil komen en jij hebt er geen last van. Nou, misschien is dat ook wel beter. Mooi, dan zijn we het daarvoor eens. Waarom zeg ik dat nou? Esmee is eigenlijk de enige die mij nog begrijpt. Ik wil helemaal niet uit haar buurt blijven. Alleen Sally is echt wel een beetje veranderd sinds ze Insta-famous is. De ruzie met Esmee heeft er bij Sally flink ingehakt. Lizzie lijkt me ook wel een leuke rol. Ja, of Imani. Maar jij denkt dat jij die zeker krijgt, Sally. Hallo? Contact? Het sterretje voelt zich veel te goed voor ons. Iedereen vindt het alleen maar irritant dat ik succes heb op Instagram en YouTube. Ze doen echt anders tegen me. De enige die me wel begreep, dat was Esmee. Maar die heb ik nu ook al bij me weggejaagd. Ik wil de verliefde rol gaan spelen, samen met Matthijs. Misschien durf ik zelfs wel met hem te zoenen. Maar de rol gaat sowieso naar Puck en Liam. Alleen jullie repetitie ging niet zo goed, hè? Ja, waarom werd je daar nou zo zenuwachtig van? Ik weet niet zo goed hoe ik me voel over mijn verkering met Liam. Ik ben denk niet meer echt verliefd of zo. Het is gewoon heel normaal geworden, omdat we al zo lang samen zijn. Alleen, mijn ouders zouden het wel jammer vinden als het uitgaat. Want onze ouders zijn ook heel goed bevriend, snap je? Ik vind het echt onzin om voor je ouders bij elkaar te blijven. Daar wordt toch niemand blij van? En het is ook al zo eerlijk voor Liam dat je hem de waarheid vertelt. Ik vind de waarheid soms echt best wel moeilijk. Want volgens mij is Liam wel echt nog verliefd op mij. Misschien wordt hij wel boos als ik hem nu vertel dat ik geen verkering meer wil. We kunnen toch wel vrienden blijven, want als vriend vind ik hem wel heel leuk. Nee, dat kan echt niet. Het is sowieso al heel moeilijk om vrienden te zijn met jongens, maar met je ex... Ja, dat gaat echt niet werken. Ik wil Liam echt niet kwijt als vriend, maar vrienden moeten wel eerlijk tegen elkaar zijn. Eigenlijk zou er toch niet veel veranderen, want romantisch doen we toch al niet samen. Misschien denkt Liam er wel hetzelfde over, dus ik moet het hem gewoon vertellen. Liam, kunnen we even praten? Ja hoor. Ja, kan je stoppen? Dan kunnen we echt even praten. Wat is er? Mijn moeder. Ze hebben een vakantie geboekt naar Curaçao. En het klinkt allemaal heel tof en zo, maar die vakantie is dus met Liam en zijn ouders. Wat is er dan? Ik had een jurkje besteld voor de bruiloft van mijn tante, maar ze hebben de verkeerde kleur op besteld. Daar hoef je toch niet van te schrikken? Dat duurt nog vet lang tot die bruiloft is. Kom maar goed. Ik weet niet waarom ik het niet gewoon zei van Curaçao, want hij komt er toch wel achter. Ik wilde gewoon niet dat hij blij was en dat ik dan ook blij moest doen. Maar wat wil je nou tegen me zeggen? Ik dacht misschien kunnen we die scène even oefenen, want dan staan we straks misschien niet weer voor paal voor de hele klas. Nu? Nee, maak eerst maar je potje af. Misschien kan ik nog vragen of ze vakantie kunnen cancelen. Alleen, ik wil ook alweer heel graag naar Curaçao. Want misschien is het daar wel heel romantisch. En dan word ik vanzelf alweer verliefd op Liam. Dat kan toch? Puck doet echt raar sinds vier zijn. Misschien moet ik toch maar langs de kamer gaan vannacht. Puck moet haar zorgen over Liam even opzij zetten. Want er moet gerepeteerd worden voor de eindmusical. Oké, jongens en meiden. Vanmorgen hebben jullie een speloefening gedaan. Nu gaan we zingen. En wel het nummer Ik ben een teenager. En daarbij ga ik jullie soms naar voren roepen om een solo te doen. Rosalie, wil jij beginnen? Oké. Ja. Yes. Oh. We zeggen no. S'avonds laat nog tv. En de volgende dag lekker slapen tot twee. Werk dat komt later wel, mijn leven is van. Ja, de wereld aan mijn voeten is iets van ik kan. Lara? Ik ben een teenager, ik doe wat ik wil. Maar ik krijg je niet meer stil, no way. Ik ben een teenager, elke dag heb ik lol. Ik geef me niet aan school, nee, en wat anders aan mijn bol. We zeggen no way. Hey, 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 we zeggen no way. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat de hoofdrolspelers echt durven te zingen. Ik wil echt kijken naar iemand zijn inlevingsvermogen. Ja, want qua type moet je wel bij de hoofdrol passen. Hè? Zeker degene die Imani gaat spelen, die moet wel het zelfvertrouwen hebben van een popster.
Ik heb echt geprobeerd te slapen, maar ik kan de rust gewoon niet. Ik kan veel beter slapen als ik eventjes gegamed heb. Zo raar is dat toch niet? Nee. Bijna betrapte meisje Daaf. Gelukkig zag hij me niet. Mick? Wat doe jij? Het is midden in de nacht. Gast, ik schrik me ervan. Ik moet blijven trainen. Ronaldo neemt gewoon niet zomaar een weekje rust. Ronaldo? Ik wil topsporter worden. E-sporter, weet je wel. Ik schrok me wel kapot. Ik dacht dat meester Daaf kwam. Of misschien nog erger Maurice of zo. Ja, ik heb toch al een hele week corvée. Dus hoeveel erger kan het worden als ik betrapt word? Hé, ik vind het zo ingewikkeld de laatste tijd, hè. Meisjes, verkering, Puk. Ik ben gek op Puk. Maar we zijn al zo lang samen. En die willen trouwens ook zeker dat we voor altijd samen zullen blijven. Maar sinds we hier zijn, begint ze ineens over romantiek en zo. Ik weet niet eens waarom hij dit allemaal aan me vertelt. Misschien weet jij iets. Jij bent een jaartje ouder. Misschien ook wat wijzer. Ik moet iets vinden waarmee ik Puk kan verrassen. Ik heb Puk geappt dat ik langs zou komen vannacht. Ze zegt wel dat ze verrast wil worden, maar volgens mij houdt ze daar helemaal niet van. Ik moet echt met iets beters komen. Meisjes zijn veel te ingewikkeld. Je kan beter gamen, man. Hier. Kijk, rondjes schieten. Ik wilde eigenlijk helemaal niet gamen met Liam. Maar beter dat, dan dat hij tegen Maas zit te kletsen. De volgende keer in de Eindmusical. Ik heb butterflies, butterflies. Ja, kom maar. Ik weet niet hoe dat voelt. Ik heb... Ja, jij houdt toch een hele aparte manier van leren op na, hè? Ik wou ook dat ik kon doen wat mij het gelukkigst maakt. Zit je nog steeds met Liam? Hé, hey. Kun jij me misschien even uitleggen wat dit is? Huh? Hij heeft dus een filmpje van me waarin ik zit te gamen.